Dag Luc, hallo. Hoe is het? Zeer goed, dank u. Ja, uw programma Hallo Bij. Vertel, wat mogen we verwachten? Wel, ik maak 6 portretten van mensen die mij inspireren, mij ontroeren, mij beroeren en mij interesseren. Voilà. En de eerste was meteen Gert Verhulst. Ja, heb je lang moeten aandringen? Ik heb echt waar 1 telefoontje moeten doen. En ik heb gevraagd aan Gert, open je hart, sloop die muren om je heen en doe mee en enjoy. Wat is nu het zotste dat jij over hem geleerd hebt? Over Gert Verhulst? Ja. Het zotste? Hij is geen zotte man, hè. Gert is iemand die heel goed nadenkt over het leven, heel emotioneel, alles evalueert, analyseert en eigenlijk heel veel problemen heeft, maar in goede zin, moet dat niet problematisch zien, maar met tijd. Hij heeft moeite met tijd, met vergankelijkheid, met afscheid nemen van zijn jeugdjaren, van vrienden, van gevoelens, van dingen die hij vroeger heeft meegemaakt, op vakantie gaan in een vakantiehuisje in Essen. Dat huisje waar hij ooit als tiener wekelijks en alle vakanties naartoe ging, dat niet meer bestaat. Daar heeft hij problemen mee. Dat is nu geen gek kant van Gert, maar dat vind ik wel een heel mooie kant van Gert. Je volgt hem ook een hele tijd. Zijn er dan ook dingen die hij je bijleert op een bepaalde manier? Hij heeft gezegd, Luc, begin nooit iets met iemand van K3. Dat hou ik dan bij. Ja. Dat heeft hij echt tegen jou gezegd? Dat heeft hij tegen mij gezegd, ja. Maar dat hebben we niet uitgezonden, omdat we moeten kiezen. We hebben maar 45 minuten. We hadden eigenlijk een programma kunnen maken van 500 minuten. Maar dat mocht ik niet van de bazen van VTM. Helaas! Ja. En heeft hij ook gezegd waarom? Nee. Ik vroeg waarom en hij zegt, oh, daar klap ik liever niet over, Luc. Ja, de legendarische Gert Verhulst. Met Paul Jammers heb je natuurlijk wel 4 afleveringen gemaakt. Hoe komt het dan met Gert Verhulst beperkt tot 1? Wel, omdat Paul Jammers op het scharniermoment stond in zijn leven. De heilige Paul, die werd 70. En we hebben die leeftijd aangegrepen om een soort retrospectieve te maken. Een soort overzicht van het werk van Paul Jammers. Gert is daar op dit moment nog niet aan toe.